Wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag echt een super leuke video voor jullie. Want ik ga vandaag een adventkalender samen met jullie uitpakken. En jullie hebben al in de titel kunnen zien van welk merk. En dat is van... En nu moet ik het wel goed uitspreken. Want volgens mij spreek ik het nooit goed uit. Dus ik ga er sowieso weer comments over krijgen. Van My Jewelry. My Jewelry. My Jewelry. Ik zeg altijd gewoon My Jewelry. Ik word altijd uitgelachen, maar goed. My Jewelry. Mocht je mij trouwens nog niet kennen, want ik kan me voorstellen dat jij nu via via op deze video terecht bent gekomen. Mijn naam is Pamela. Ik ben, als deze video online staat, 22 jaar. En ja, ik heb dit YouTube kanaal en ik maak daar voornamelijk weekvlogs op, maar af en toe ook video's als dit. En je kan me natuurlijk ook volgen op Instagram, dat is @PamelaCroes, zou ik heel erg leuk vinden. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, zou ik het heel leuk vinden als jullie dat willen doen. Dat kan hier beneden op de abonneerknop en dat is natuurlijk helemaal gratis. Ja, My Jewelry had gevraagd of ik de nieuwe adventkalender wil uitpakken in een YouTube video en dat leek me heel erg leuk. Dus vandaag heb ik een unboxing van de nieuwe adventkalender en dit is de derde die My Jewelry heeft gemaakt. En ik heb er nog nooit eentje gehad. Dus ik ben mega benieuwd wat er allemaal in zit. Dus ik ga hem vandaag met jullie unboxen. Voordat we doorgaan naar de unboxing wilde ik nog eventjes mijn outfit laten zien. Want ik mocht van My Jewelry ook een outfit uitkiezen om in deze video te dragen. En daar ben ik natuurlijk super blij mee. Ik heb deze zwarte trui gekozen. Ik vond hem echt mega leuk omdat hij... van die schoudertjes ook heeft. En ja, dat vind ik gewoon een heel leuk detail. En daarbij heb ik ook nog dit superleuke zwart met roze en wit en bruine pantenrokje gekozen. En ja, die vond ik er gewoon heel erg leuk bij. Dan heb ik ook een glitterpanty aan. En ik hou ontzettend van glitters. Je kan mij echt niet gelukkiger maken dan met glitters. Dus dat is ook wel de reden dat ik heel erg van de feestdagen hou. Want dan mag ik mijn glitters weer uit de kast trekken. Dus die kon niet ontbreken. Als laatste heb ik ook nog deze super schattige slangenoorbellen gekozen. Want ik vond die gewoon echt helemaal geweldig. En daar ben ik ook echt super blij mee. Dus ja, helemaal blij met deze items. En dan gaan we nu snel door met de unboxing. Oh, ik word hier natuurlijk helemaal vrolijk van. Want ik kom hierdoor helemaal in de kerstsfeer. Het is nog geen kerst, nog lang niet zelfs. Maar oh, het voelt echt als een cadeautje die ik mag gaan uitpakken nu. En dat is echt super leuk. Ik ga hem nu unboxen. Daar komt hij. Ah, oh my god, daar is hij. Oh, ik vind dit zo mega leuk. Want het is ook nog eens... in de vorm van een ster. En mensen die mij kennen, ik ben nogal... Ik heb nogal grote liefde voor sterretjes. Ik weet niet, ik teken ook altijd sterretjes overal. En ja, ik vind dat gewoon heel leuk. Je hebt een countdown van 10 dagen naar kerst. Dus dat is echt super leuk. En nou ja, laten we nu samen alle vakjes gaan openmaken. Ik ben super benieuwd wat er allemaal in zit. Ik ben echt al een aantal jaar echt mega fan van My Jewelry. Ik heb er heel veel sieraden van. Ik koop er ook heel graag sieraden van. Want ik vind dat ze altijd heel erg mooi blijven. En ik heb ook kleding. En de winkel van My Jewelry zit ook echt bij mij om de hoek in mijn studentenstad in Tilburg. En ik... Ik ben daar heel blij mee, want ik vind het echt een fantastische winkel. En ik koop er heel graag cadeautjes voor mezelf. Dus goed. Nou, dus ik ben echt mega excited om deze uit te pakken. Dus let's go. Ik kan niet meer wachten. Oké, we gaan beginnen met vakje nummer 1. Ah, dit is altijd zo'n spannend moment. Oké. Kan je gewoon zo openvouwen. En dan komt dit mega schattige nummertje 1 eruit. Het eerste wat we hebben is een armbandje. En dat is deze. Ik probeer hem even stil te houden. Het is toch mega schattig. Het is dus een armbandje met een hartje in het goud. Ik heb deze adventkalender ook volgens mij met alleen maar gouden items. Want ik draag voornamelijk goud. Mega cute. Ik kan niet wachten om deze te dragen. Dan gaan we door met nummer 2. Die gaan we even zoeken. Die is hier, nummer 2.
nummer 2. Nummertje 2 zijn oorbellen. En dat zijn deze ronde oorbelletjes met maantjes erop. Deze met maantjes. En die zijn ook echt mega leuk. Helemaal blij mee. Ook leuk dat ze zo subtiel zijn. Heel erg cute. Gaan we door naar nummertje 3. Nummertje 3 is een ketting. En deze heb ik al een tijdje op het oog gehad. Dus ik ben echt heel blij dat deze erin zit. Dat is deze ketting. En het is een soort van schakelkettingtje. En deze had ik dus echt al een tijdje op het oog. Ik vond die echt super leuk. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Heel nice. Helemaal blij mee. Gaan we door naar nummertje 4. Wel leuk dat je tot nu toe alleen maar van die hele grote vakjes hebt. En dan zit er alleen maar zo'n klein pakketje in. Ik verwacht dat er echt van die grote dingen in zitten. Maar ja, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Want het zijn sieraden. Het is wel heel grappig dat je zeg maar zo'n heel groot ding openmaakt. En dan zit er echt zo'n klein pakketje in. Deze is wel iets groter. Iets groter ingepakt. We hebben weer oorbelletjes. Heel erg cute. Deze oorbelletjes, het zijn knopjes. En moeilijk om te laten zien. Het is dus ook een soort sterretje. Iets meer een vonkje, als een vuurwerkvonkje. Maar echt heel schattig. Ik hoop dat jullie het zo een beetje zien. Dus, nu dus knopjes. Dan gaan we door met nummer 5. En die hebben we hier. Oh, een ring. Die hadden we nog niet. Dit is het ringetje. Met een hartje dus. Schattig. En het is een ringetje die je zelf kan verstellen. Dus dan heb je ook niet last van de ringmaten. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Dus deze. Heel leuk. Heel subtiel. I love it. Dan gaan we door met nummertje 6. Is dat 9? Dat was nummer 9. Ik bedoel natuurlijk nummer 6. Waar is nummer 6? Hier is nummer 6. Oh. Oh god. Oh, dit zijn oorbellen. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik weet niet of dit mijn ding is. Er mag ook iets in zitten wat minder je ding is, denk ik. Maar deze oorbellen vind ik vrij heftig. Dat is niet zo mijn ding, want zoals je kan zien, ik heb echt alles mega subtiel. Ik hou gewoon heel erg van subtiele sieraden. Ik kan het alsnog wel bewaren als een cadeautje voor iemand. Of zoiets. Maar ze zijn wel leuk. Ja, als het meer je ding is, dan zijn ze wel heel leuk. Maar dit is iets wat ik niet zo heel snel zou dragen. Dan gaan we door met nummer 7. En die is hierboven. Nummer 7. Hebben we hier. Ja hoor, mijn favoriet. Een scrunchie. Ja, die moest natuurlijk ook niet ontbreken. Ja, ik hou heel erg van scrunchies. Ik draag altijd scrunchies. Toevallig nu even niet. Maar ik heb normaal gesproken altijd een scrunchie om mijn arm zitten. Deze is wel echt heel schattig. Met sterretjes. Echt een kerstscrunchie. Heel cute. Dan gaan we door met nummertje 8. Daar. Trouwens, het papier, dat heb ik nog helemaal niet laten zien waar je het steeds in krijgt. Is dus ook met sterretjes. Dus dat is echt super schattig. Heel cute. Weer een beetje een ander soort armbandje. Deze. Heel schattig. En er staat op shine. Dit is wel echt heel cute. Dit is ook gewoon echt zo'n armbandje die je zo lekker makkelijk om je pols doet. Ja, echt super schattig. Echt heel leuk. Ook leuk met die gouden details. Dan matchen ze weer goed met je andere sieraden. Ja, heel leuk. Dan gaan we door met nummertje 9. Dit keer wel echt nummer 9. Oh, heel mooi. Ja, dit is echt waar ik van hou. Weer een kettingje, maar echt een mega mooi subtiel kettingje. En dit is echt waar ik van hou. Dit is echt mijn soort sieraden. Ik hou er gewoon van om van die hele subtiele kettingjes te dragen. En dat liefst zo over elkaar. Ik heb nu zelf deze om. Ja, deze is echt heel mooi. I love it. Ja, hier ben ik heel blij mee. En dan zijn we alweer bij de laatste aangekomen. Nummertje 10. En die hebben we hier. Dus mega leuk. Daar is hij. Oh, dit is heel leuk. Nummer 10 is een hangertje. Een bedeltje. Deze. En die kan je dus om je ketting heen krijgen. Dus bijvoorbeeld die simpele die ik net had. Deze. Daar zou je dan dit aan kunnen doen. En dan heb je een bedeltje eraan hangen. Dus dat is echt heel leuk. Die verkopen ze dus ook los bij My Jewelry. En dan kan je dat dus afwisselen. En dan kan je elke keer een ander bedeltje eraan hangen. Dus heel leuk. En dit is dan deze met een
met een sterretje erop. En een soort vuurwerkje door me heen. Dus dat is echt heel erg leuk. Ja, en dit was dan alles wat in de adventkalender zit. Ik vind het een mooie adventkalender. Er zitten heel veel leuke sieraden in en allemaal best wel subtiel. En ik denk dat ze daardoor ook wel bij iedereen passen, denk ik zelf. Tuurlijk is dat altijd iets persoonlijks, want het kan ook zo zijn dat jij meer een sieradenpersoon bent van de wat heftigere sieraden. En dan zijn deze misschien wat iets te simpel en te subtiel voor jou. Maar voor mij zijn deze sieraden echt perfect, omdat, ja, zoals ik al zei in deze video, ik hou heel erg van die subtiele, rustige sieraden. Dus ja, ik vind het echt een heel hele mooie adventkalender. De adventkalender gaat €50 kosten en dat klinkt misschien als redelijk geld, maar je moet wel beseffen dat de meeste sieraden van My Jewelry tussen de €15 en €20 kosten. Dus nou ja, nu heb je dus 10 sieraden voor €50. Dus dan kan je wel een beetje rekenen dat dat hartstikke meevalt en dat je daar echt wel waar voor je geld in krijgt. Dan was dit de video alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou het super leuk vinden als jullie dat doen. Alvast hele fijne feestdagen. En ik hoop dat jullie misschien ook wel gaan genieten van deze adventskalender. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!